Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige van de Telegraaf. Welkom. Goedemiddag. Aanstaande woensdag is een grote dag. Want André Kuipers gaat de lucht in. Dat is de derde Nederlander die de lucht in gaat. Waar gaat hij heen? Ja, het is voor de derde keer dat er een Nederlander de lucht in gaat. En het is voor de tweede keer dezelfde, hè, in feite. Hij gaat naar het internationale ruimtestation. Vorige keer in 2004 vloog hij 11 dagen daar. En nu gaat hij 5 maanden. Waar zit hij nu? Hij zit nu op Baikonur, op de lanceerbasis. In Rusland? In quarantaine, dus hij heeft geen contact met mensen met wie hij geen contact hoeft te hebben. Ja. Om te voorkomen dat hij bijvoorbeeld een ziekte oploopt. Ja, oké, want hij is in 2004 is hij ook al een keer de lucht ingegaan. Daar zijn deze beelden overigens van. Misschien kan je eventjes nog commentaar op. Ja, dit is het uitlopen voor de start. Hè. De cosmonauten zijn aangekleed. Dit was in de nacht. André staat rechts. De commandant in het midden, de Rus, die brengt verslag uit en die zegt tegen de voorzitter van de staatscommissie, wij zijn klaar om de vlucht te beginnen. Ik wens u een behouden vlucht en een zachte landing, zegt de voorzitter dan. Ja. En dan lopen ze hierna naar de bus, de cosmonautenbus, en dan vertrekken ze naar het lanceerplatform. Ja, jij was erbij, hè, die vorige keer? Ja, daar was erbij. Ik stond hier aan deze kant en daarna bij de bus ook. Je wilde hem nog even de hand schudden. Om hem nog eventjes aan te raken, vlak voordat hij omhoog ging. En dat is erg leuk. Halverwege trouwens, op weg naar de startplaats, stappen de cosmonauten uit. Net als Gagarin dat deed, de eerste cosmonaut, 50 jaar geleden. Om even een plasje te maken. Want ze liggen een paar uur in die kleine capsule en dan kunnen ze geen kant op. En dan zouden ze het in hun luier moeten doen, dus vandaar dat ze dat altijd even doen. Oké, want vanaf daar gaan ze dus inderdaad die capsule in. Wat gebeurt er dan? Nou, ze liggen een paar uur lang in die capsule. Ze hebben dan maar een kuub of 4 ter beschikking. Dat is maar een heel klein ding. Een soort lada, maar dan voor de ruimte. Ja. En dan wordt er afgeteld, dan wordt er gelanceerd. En dan worden ze 3 of 4 keer zo zwaar tijdens de lancering. Duurt maar 10 minuten overigens, dan zijn ze al in de baan op de aarde. En dan zitten ze in feite in dezelfde baan als het ruimtestation, maar wel op een grote afstand. En heel geleidelijk wordt die baan aangepast, zodat ze na 2 dagen bij het ruimtestation komen. Ja, want dat ruimtestation dat ligt 350 kilometer boven de aarde, zweeft dat, hè? Ja. Dus je zou zeggen, daar ben je binnen een kwartiertje. En koppelen maar en klaar. Ja, in principe zou dat kunnen als je heel veel energie ter beschikking had. Nou, ze hebben hier toch al 20 miljoen paardenkrachten. Ja. In die Soyuz-raket is al heel wat. Dus dat gebeurt op deze manier. Dus eigenlijk zit het ruimtestation in een keurige cirkelbaan. Ja. Het ruimteschip dat heeft een nauwere baan. Dat lapt het ruimtestation. En op heel geleidelijk komt dat dichterbij. En op het laatste moment is er nog een kleine correctie. Dan drijven ze heel zachtjes naar elkaar toe. Hoewel ze allebei met 28.000 km per uur gaan. Gaan met een gierende snelheid. Dus kan je je echt niet voorstellen dat je daar eventjes moet koppelen. Ja, en dat komt omdat ze allebei met dezelfde snelheid dezelfde kant op gaan. Dus als je met 2 auto's over de weg race, bij wijze van spreken, kan je ook van de ene naar de andere overstappen als je het een beetje voorzichtig doet. Ik zou dat niet proberen, nee. het leven aan boord. Je hebt het een en ander meegenomen, hè? Want je hebt wel eens bij eerdere vluchten, je hebt wel wat eten verzameld wat die astronauten aan boord eten en wat ze drinken. Nou, het meest bekend zijn natuurlijk de tubes, hè? Ja. Die gebruiken de Russen vanaf het begin. In de Soyuz worden die ook nog gebruikt. Daar kan sap in zitten. Dit is toevallig beste sap met appel. Maar het kan ook puree zijn. Of het kan soep zijn. Borsch, de Russische rode bietensoep. Ja, de bietensoep, lekker. En dit kan je dus heel makkelijk eten. Dan hoef je niet mee te morsen. Nee. Even voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk de zwaartekracht. Hè? Je zit met het probleem als je gewoon uit een bordje zit, Vliegt alles alle kanten op. Dus dat wil je voorkomen. En dat is gevaarlijk voor apparatuur, maar ook voor je longen als je dat in zou ademen. Ja. Kruimels. Ja. Vocht en dergelijke. Je hebt ook nog persikensap meegenomen? Nou, dit is persikensap, dat is dus gedroogd. Daar kan je via een mondstuk, hier aan deze kant, kan je daar water bij spuiten met een pistool, een beetje kneden. En dan kan je dat op deze manier kan je opdrinken. Brood ook. Dan hebben we hier 1 haps broodjes, dus hapklare brokken voor mensen dan in dit geval. Want je wil voorkomen dat de kruimels ronddwarrelen, dus die kan je dan ook op deze manier eten. Dat eten en drinken moet dus heel geconcentreerd gebeuren. Want als je even je mond open doet terwijl je iets in je mond hebt, dan kan het de ruimte invliegen en heb je een probleempje. Ja, nou als het een beetje aan elkaar hangt, wat meestal het geval is natuurlijk wel, dan kan je dat nog wel makkelijk pakken hoor, maar dat zweeft dan rond. Of je kan als een vis met open bek naartoe zweven, dat lukt ook nog wel. Dan heb je nog pruimen. Droogde pruimen en hier hebben we nog een blikje met iets erin en dat kan je eventueel opwarmen in een blikjeswarmer die in de tafel zit en dan gewoon daaruit eten. Als het maar een beetje samenhangend is, dan gaat het niet zo gemakkelijk. Maar Piet, hoe smaakt het eten uit zo'n tubetje?
Nou, sommige dingen smaken beter. Ze worden natuurlijk heel lang bewaard. Dus een cosmonaut zei eens een keer tegen mij, toen ik voor de eerste keer zo'n tube leegkneep, zag het eruit als iemand het voor mij al een keer gegeten had. Oké, okay, ja. Dan zijn ze na een paar dagen. Dan wordt dat op die hele hoge snelheid worden die twee aan elkaar gekoppeld. Dan zitten ze in het ruimtestation. Ja. Wat gaat onze André daar precies doen? Nou, André gaat 57 experimenten uitvoeren en die hebben heel vaak te maken met het feit dat de mens dus heel langdurig gewichtloos is. Er gebeurt van alles met je lichaam. Je verliest kalk uit de botten. Je spiermassa neemt af. Je hart wordt zwakker. Je bent vatbaarder voor infecties. Ja. Je hebt misschien desoriëntatieverschijnselen. Nou, al dat soort dingen wordt onderzocht en er wordt dan ook natuurlijk tegelijkertijd bekeken wat je er tegen kan doen. Bijvoorbeeld heel veel trainen. Ze moeten 2 uur per dag trainen op een loopband met veren en dat soort dingen. Ja. Om hun lichaam, hun spieren, zoveel mogelijk in conditie te houden. Ja. Ondertussen hebben ze wel een fantastisch uitzicht. We hebben een filmpje daar, we hebben beelden die misschien even kunnen laten zien op de achtergrond. Ja. Want ze kijken de hele tijd op de aarde. Dat is een uitzicht waar je nooit genoeg van krijgt. Ja, dat schijnt nooit te vermoeien. Nee. Misschien kan je even commentaar geven wat we zien. Ja, nou, je ziet die hele dunne groene band daar op de achtergrond. Dat is de aardatmosfeer. Die is maar heel dun, hè? Een heel dun laagje lucht. Met hier dan ook nog noorderlichtverschijnselen erin. Dat groene licht? Dat groene licht. Je ziet lichtvlekken op de aarde. Dat zijn in feite steden, hè? Die uitwaaieren, hè? Met vertakkingen. En je ziet de bewolking. Het is vaak heel moeilijk om snel te zien waar je bent. Ja. Dus dat zien de astronauten dan op een computer. Als je ze vraagt, waar zitten jullie nu? Dan zeggen ze, oh, even wachten, even op de computer maar kijken. Maar met 28.000 kilometer ben je ook zo... Ja, met een anderhalf uur rond. In anderhalf uur ben je de aarde rond. Ja. Dus in die maanden dat ze daar zitten. Dat gaat behoorlijk snel. Hier zien we ook weer dat noorderlicht hangen, hè? Prachtig gezicht vanuit de ruimte. Je ziet ook bijvoorbeeld onweer, maar dan van bovenaf. Hè? Ja. Hoe dat van de ene hoek van het land helemaal bijvoorbeeld naar de andere kant gaat. En dat schijnt erg fascinerend. Ja, en dit is allemaal vanaf zo'n 35 kilometer hoogte. Dit is van 350 hoogte. Kilometer hoogte. Ja, en ondertussen vanuit is... Vanuit het ruimtestation. Je ziet veel onweer, hè? Je ziet er ook flitsen overal. Hè? Ja. Dus allemaal lokaal onweer. Onweer en onweertjes. Ja. Ja. En ondertussen is André als een soort klusjesman daar ook bezig, hè? Want hij moet ook heel veel klussen doen daar aan boord. Ja, hij moet niet alleen wetenschappelijk werk doen, maar hij is ook goed opgeleid. Hij weet hoe de zaken in elkaar zitten, dus als er iets kapot gaat, dan weet hij wat hij moet doen. Als een vuurtje ontstaat, is ook al eens een keer gebeurd, dan weet hij hoe hij met zijn gasmasker moet omgaan en al dat soort dingen. Ja, nou, want ze hebben van tevoren natuurlijk ontzettend veel getraind, hè, op de grond. Al 7 jaar was hij bezig. Ja. Ja, mensen vragen vaak, is dat nou niet spannend? Hè? Kijk, dan vergelijk ik het altijd maar met een oma van 84. Als je die in 1910 in een vliegtuig gezet had, dan zou je zeggen, ja, maar daar ga ik niet aan beginnen. Maar een oma van 84 nu, die vliegt met een vliegtuig naar een familielid in Australië. Want die weet dat anderen dat ook gedaan hebben. En dat is hier natuurlijk ook een beetje het geval. Ja, ja, precies. En de training gaat door totdat het langzamerhand saai wordt. Dat je met zei, ja, kom, dat weten we dan. Nou, want we hebben een stukje, een filmpje waarin je kan zien dat ze moeten oefenen en dat ze met rook moeten oefenen. Want dat lijkt me een van de engste dingen eigenlijk. Misschien dat is ook gebeurd in de praktijk. Even kijken op de achtergrond. Ja, hier zien we André dus met een gasmasker op. De Nederlandse vlag, dus we zien dat het André is. Ja. En hier zit hij bij het Soyuz trainingsschip. Waarin ze dus oefenen, alles wat er voor de start moet gebeuren en tijdens de terugkeer naar de aarde. Dan zitten ze in hun ruimtepak. Dit zijn die drie mannen die straks... Dit zijn de drie mannen die dus straks gaan en dit vliegen. Is de ruimte die ze hebben, die eerste dagen. Dat is heel krap. Dit is nog een groothoekcamera, hè, maar het is echt heel krap. Hè. Ja. Zoals ik zei, een soort lada, maar dan voor de ruimte. Ze zitten met de knieën tegen elkaar. Ja, en dan moeten ze de hele tijd oefenen om te voorkomen dat als er iets gebeurt, dat er paniek uitbreekt. Ze oefenen vooral dingen die waarschijnlijk in de praktijk niet gebeuren. Ja. Hopelijk. Hè? Ja. Dus meestal is het summum aan commentaar ook wat ze hebben tijdens de vlucht. Het is veel makkelijker dan tijdens de training. Ja, er zijn wel incidenten geweest, hè, in het verleden. Ja. Er is 1 keer een Russische raket ontploft bij de start. Ja. Maar dat ruimteschip dat zit onder een neuskegel en daar zit weer een klein raketje op. Ja. En dat kleine raketje dat trok dus in dit geval het bovenste stuk van de raket af. En de capsule maakte gewoon een paar kilometer verderop een parachutelanding. Ja, maar die mensen hebben het dus overleefd. Hebben ze overleefd. Ja. En een andere keer startte de raket normaal, maar de laatste trap, het bovenste stuk, kwam niet los. En toen zijn ze in het Altai-gebergte in Siberië geland. Daar hebben ze ook overleefd.
Ja. Alleen tijdens de landing is het twee keer fout gegaan. Eén keer toen de lucht uit de capsule ontsnapte. En één keer toen de parachute niet open ging. Ja, ja, precies. Jij bent al die jaren door min of meer bevriend geraakt met André Kuipers. Je komt de familie nogal eens over de vloer. Ja, wij kennen elkaar heel goed. En niet omdat hij belangrijk en cosmonaut is. Maar wij kennen elkaar al uit de tijd dat wij allebei dezelfde afwijking natuurlijk hadden. Hij was heel erg geïnteresseerd in ruimtevaart. Ik was hoofd van het planetarium bij Artis. En toen kwam hij dus regelmatig langs. En zo hebben wij dus elkaar regelmatig ook gezien. En laatst nog bij zijn verjaardag. En hij had nog wat tijd over, omdat zijn vlucht uitgesteld was. Dus zijn we nog even met een vliegtuigje over Nederland gaan vliegen. Ja. Helaas heb je hem een keer verrast. Is je vrouw in een oud ruimtepak verschenen? Ja, mijn vrouw is Russische. En hij was jarig. Mijn vrouw was in Rusland geweest. En die had een t-shirt voor hem meegebracht. Dus in dat ruimtepak van Gagarin, zeg maar, de eerste cosmonaut, of een kopie ervan, gaan zitten. En we hebben hem dat dus aangeboden. Hier staan ze bij de voordeur van André met die t-shirt. Precies. En met de vrouw van André. Ja, want André is getrouwd. Hij heeft Helen. Kinderen. Ja, hij heeft 4 kinderen. Ja. En de vrouw die Helen heet en die voor reisbladen en dergelijke schrijft. Maar wat moeten die mensen hun angsten uitstaan? Ja, het is natuurlijk spannend. Aan de andere kant is er licht aan de horizon. 7 jaar lang had hij bijna geen tijd voor zijn gezin. En nu weten ze, als hij nou na dat half jaar terugkomt, dan gaat hij ook niet meer. Zoals een Russische cosmonautenvrouw een keer tegen mij zei, gedurende dat half jaar weet ik precies waar hij zit. Ja. Want in mei komt hij terug, hè? Ja, half mei komt hij terug op aarde, ja. Dat is alles normaal voor. En zijn vrouw gaat hem dan ophalen? Ongetwijfeld, ja. De landing vindt plaats ergens op de steppen van Kazachstan. Daar is er waarschijnlijk niet bij. Maar dan gaan ze meteen met een vliegtuig terug naar Sterrendorp, het trainingscentrum in de buurt van Moskou. Ja. En daar is zijn vrouw en zijn moeder, Rie. En nog meer vrienden en kennissen misschien. Ja, zijn kinderen zeker ook. Woensdag om 1:00 of 2:00, dan is de lancering, hè? Ja. Ja. En jij bent... Jij hebt, we hebben nog even beelden van de vorige lancering trouwens. Die laten we even op de achtergrond zien. Ja. Maar jij bent daarbij, jij geeft bij de NOS, geef je commentaar? Ik geef commentaar voor de radio. Live commentaar bij de NOS in Hilversum. En op de televisie doet Rob Tripp de presentatie. En dat wordt uitgezonden vanaf 13:20 op woensdag. En de start zelf is om 14:16, als alles normaal verloopt. En meestal verloopt het normaal, want de Russen die lanceren bij nacht en ontij. En of er nou sneeuw ligt, of het min 40 is, of plus 40, ze jassen dat ding omhoog. En het gaat dus praktisch altijd goed. Het is werkelijk fantastisch. En ga jij in al die maanden ooit nog een keer contact met hem krijgen? Of... Ja, het plan is dat wij nog in ieder geval een keer praten, terwijl hij boven zit, ja. 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 En dat zou wel heel leuk zijn. Oké. Okay, nou, André is heel spontaan, een mensenmens. Hij praat graag met iedereen. Ja. Precies. Nou, ik hoop dat dat je daar een keer over kan komen vertellen dan als je contact met hem hebt gehad. Dankjewel voor je komst en woensdag een hele spannende dag. Toegewenst. Dankjewel. Ja. Jij ook. Okay.